op eigen levenseinde, recht op abortus en goede zorg voor iedereen. Voormalig politica en minister van Volksgezondheid Els Borst... streed haar hele leven voor haar idealen. Professor dokter Els Borst. Zij was natuurlijk een fantastische dokter... maar ook een fantastische strijder voor mensenrechten. Wat zij toen heeft gedaan, voor mij echt levensreddend geweest. En voor heel veel andere mensen ook. Ze was een andere moeder dan van vriendinnetjes... Dit is een enorme smet op haar brazoek. Je bent zeer terughoudend om, om te noemen wat het is. Ze is vermoord vanwege haar gedachtegoed. Ja, dit zijn uh, beelden van de documentaire die vanavond op NPO 2 te zien zijn. Um, ja, u heeft zelf nauw samengewerkt met uh, Els Bors. Wat zijn nu, nu uw uh, meest dierbare herinneringen aan haar? Um, ik was acht jaar lang Kamerlid toen zij minister was. Ja. Um, en ik heb de euthanasiewet mogen doen voor D66, terwijl zij uh, minister was. Nou, het was heel belangrijk uh, dat die wet erdoor kwam. Want uh, bij haar stond altijd de patiënt centraal. Dus op een gegeven moment heeft ze me uh, bij haar thuis uitgenodigd. En dan gingen we over die wet praten. Ik had er allerlei, als jurist, allerlei vragen over. En ik weet nog dat ze op een gegeven moment zei... Uh, maar heb je eigenlijk ooit wel eens uh, aan het sterfbed van iemand gezeten? Nou, nee. Toen zei ze, ja, dat moet toch eigenlijk wel? Wil je echt goed kunnen begrijpen waar euthanasie over gaat? En toen heeft ze voor mij een soort stage bij een arts uh, geregeld... Yeah. die allerlei gesprekken had met mensen die euthanasie wilden. Hoe was dat voor u? Nou, dat was echt uh, ja, heel indrukwekkend. Ik heb het er nu nog uh, over. Um, want de arts ging dan naast het bed zitten. Uh, en de patiënt vertelde waarom uh, hij dan uh, dood wilde. Ik zat dan achter uh, in die kamer te luisteren. Ja, en dat was zo heftig. Maar daardoor snapte ik ook wel. toen ik het wetsvoorstel uh, in de kamer uh, sprak. waar het echt over ging. Mm -hmm. En dat was echt dankzij Els, die vond. je moet ook met patiënten praten. met mensen in zo'n ja. situatie. Ja, zij was natuurlijk naast de politica. of daarvoor was ze. Arts. Uh, was dat ook haar kracht ja, als minister? Uh, ik weet nog dat ik een keer uh, uh, de vergaderzaal binnenliep. terwijl zij aan het woord was. en het ging dan over. Uh, uh, kleding die uh, synthetisch was. En als je dan bij een kaars stond, dan kon zo'n trui in de vlam ja. vliegen. En dan begon zij helemaal als minister te beschrijven hoe dan de huid kon schroeien. En wat voor tweede, derde graad brandwonden dat kon opleveren. En de hele zaal was stil. Ja. En iedereen zat eigenlijk meer naar een arts te luisteren dan naar een politica. Ja. Uh, dus zij heeft die combinatie altijd uh, heel erg weten ja. uh, te behouden. Ook. Ja, dat uh, zie je ook. In de doc of dat wordt ook gezegd in de documentaire dat een hele goede spreker was. Um, nou ja, exact tien jaar geleden werd borst vermoord door een psychiatrisch patiënt, maar wel eentje die verklaarde dat hij haar doodde om haar gedachtengoed. Een uh, politieke moord dus. En dat stelde de partij op voor een ingewikkeld dilemma. Je wil rekening houden met de familie. Je wil absoluut vermijden dat ook maar iemand denkt, uh, ja, politieke partij. Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, zou daar gewin uit kunnen. Halen. Dus je bent zeer terughoudend om, om te noemen wat het is: 1. moord, 2. politiek gestuurd. Uit de Naziewet. Dus we, we zijn zeer terughoudend geweest, we hebben met alles en iedereen rekening gehouden. Maar, maar doe je haar daar nou recht mee? Dat is wel de vraag die, die daarna bij mij opkwam. Ja, meneer, u maakt zich hier ook zorgen om. hè? Ja, nou ik begrijp de afweging toen, maar uh -huh. later hebben we dus ook in de rechtszaal gehoord van de man die haar vermoord heeft, dat hij zei, ik heb een goddelijke opdracht gekregen om ja. diegene te vermoorden die de euthanasiewet in Nederland heeft gebracht. Uh, ja, dat is dus gewoon een politieke moord en je kan het niet anders omschrijven. Uh, hoe herinner jij Elsport? Ja, ik vond haar wel, um, ook voor vrouwen... Mm -hmm. Ik heb er altijd een beetje een hekel aan, maar toch. Ze was voor ja. vrouwen echt wel een, een voorbeeld. Hè? Mm -hmm. uh, iemand met grote kennis van zaken, die nog een politieke partij leidde ook. Ja. Die zich hard maakt en het erdoor krijgt. Zo'n euthanasiewet. Ja. Waar inderdaad altijd heel veel weerstand ook tegen geweest is. Waarbij ik me altijd afvraag... Waarom? Want het gaat juist om het recht van ja. zelfbeschikking. Dus waarom wil maar, iemand anders daar dan over he? beslissen? Ja. ja, nou ja, ze ja, nou ja, nou ja, noemde zelf steeds. vrouwenrechten. Ze was natuurlijk ook heel erg betrokken bij het recht op abortus: ja. dat vrouwen dat zelf ja. konden beslissen. En er was ook in de tijd een abortusboot die ging dan naar Polen bijvoorbeeld om daar vrouwen te helpen. En daar was zij echt een groot voorstander van. Zij kon ja. dat echt uh, heel goed begrijpen. Dus er waren allerlei onderwerpen, medisch-ethische kwesties, die Elsborst uh, in Nederland uh, vooruit heeft gebracht. Ja, Erik, jij uh, loopt al een tijdje mee in, uh, in ja. uh, politiek Den Haag. Hoe uh, nou, zie jij Elsborst? Uh, zij was. Een, een, volgens mij een heel warme persoonlijkheid. Ook in het kabinet hoorde ik wel verhalen dat ze... Ze was ook arts natuurlijk. Hè? En dan ja. hoorde je van ministers, die zaten dan te de, de, de of die, Nou, dat hoesje van jou, dat is niet goed. Je moet naar huis zodat <laughs> nou, ja, Ze had ja. ook heel veel sympathie bij haar collega's. Ja. Ook uh, de toenmalige ministers van Sociale Zaken... hebben vaak miljarden uh, gulden, volgens mij, overgeheveld naar fondsen voor uh, volksgezondheid, mm -hmm. om haar uit financiële nood te helpen. Want het was wel een tijd van enorme wachtlijsten. Dus helemaal, uh, we moeten haar ook niet heilig verklaren. Er was toen veel kritiek op Elsborst en, en haar uh, beleid voor volksgezondheid. Ja. Ook in die euthanasie kwesties heeft ze wel eens ja, foute onhandigheden gemaakt. Ze heeft een keer een interview mm -hmm. over het, euthanasie gegeven onder de uh, kop. Het is volbracht. En dat waren natuurlijk in de Bijbel zijn dat de laatste woorden ja. van Christus. En dat heeft ze zich voor geëxcuseerd. Ja. Maar en... als je kijkt naar wat ze bereikt heeft, is het toch echt zo. Dit was ja. de eerste wet in de wereld. Um, waar patiënten en artsen beschermd ja. worden, doordat heel duidelijk in de wet is verankerd waar je aan moet voldoen. Ik wil nog één ding aanstippen, want uh, u zei net, uh, ze, ze stond bekend als een heel warme persoonlijkheid. Maar die warme persoonlijkheid werd daar eigenlijk, een werd, uh, eigenlijk niet gezien tijdens de Belmarand of eigenlijk in de nasleep van de Belmarand moet ik zeggen, want toen zij minister werd. Uh, wat werd daar precies verweten daar? Ja, het grappige is, die Bijlme ramp die vond plaats voordat zij minister ja. was. Toen is er op een gegeven moment een parlementaire enquête Precies. gekomen, ging men onderzoeken wat heeft de overheid eigenlijk allemaal ja. niet gedaan. Of had de overheid beter moeten doen. En zij zei toen steeds van ja, je kan niet een grootschalig onderzoek gaan doen naar medische klachten. Als niet bekend is waar die klachten vandaan ja. komen, wat dat is. En anderen zeiden van ja, maar je moet mensen geruststellen. En dan moet je maar een onderzoek doen, terwijl je eigenlijk weet dat er niks uitkomt. Ja. Dat wou zijn niet. En daar ging eigenlijk de discussie en dat over. Die werd en ik door weten. die parlementaire enquête-commissie erg politiek gemaakt. Ja. Goed, bedankt voor nu. De documentaire De Erfenis van Elsborst is te zien op NPO Start. En vanavond om tien voor half elf op NPO 2. We zijn er nog tot tien uur. Blijf kijken. Nu eerst het NPO.